Hallo beste kijkers. Wij gaan Europa in. Alhoewel, moeten we wel even het fair play klassement winnen. Maar dat lijkt me formaliteit. Wij, hier op Woudenstein, wij zijn er klaar voor. Jaap, geen Champions League, Europa League. Zo, dat is weer een balletje op links. Weer links van de keeper. Laat die Van Persie nu maar komen. Hey topper, zit je weer de krant te lezen naar welke buitenlandse club je kan? Ja klopt, ik wil graag in het buitenland voetballen. Ik kan beter blijven, want volgend seizoen gaan wij Europa League in en dan ga je fantastische clubs tegemoet zien. En dan krijg je ook Real Madrid. Ja, daar heb je wel gelijk in. Dus jij blijft? Ik blijf. Nou, eens even kijken. Nou, dat gaat ook niet helemaal 100%, maar... Nee, hij blijft niet zitten. Maar goed, hij zit aardig. Hans, kom eens kijken. Wat denk jij? Staat hij goed zo? Waar is dat voor je? Europa Republiek. Europa Club? Maar, oh ja, nou, volgens had hem naar Litouwen moeten. Ja, dat is mogelijk. Maar kunnen we nog even Schiedam doen, want we moeten op mijn eigen bevoer. Kom even mee, hier is ons probleemgeval. Hey Sammy. Hey Lin. Jij bent de enige die ons Europese bekeravontuur nog kan verknallen. Jij bent degene met de meeste rode kaarten. Ja, met 2 rode kaarten, ja. De meeste rode kaarten dat gebeurt niet meer. Na de winterstop, ik pak geen rood meer. Je pakt helemaal niks meer, dan kunnen we vertrouwen. Ik pak helemaal, als jij ook niks pakt, dan moet het lukken. Hey Hansie, die zijn nu even aan richtlijnen ten aanzien van het veld, jongen. Lees je even door, jongen. Zo, volgens mij hebben we alles onder controle. Alleen weet ik niet waar onze financieel manager mee bezig is. Ferry, wat ben je aan het doen? Die tweede ringen alleen, die hebben we nodig als Valencia of Arsenal op bezoek komt. Maar? Die zet je niet zomaar op. Ga jij nou maar voetballen en geen kaarten pakken, dan regel ik dit wel. Hoor onze grote manager. Zo, dat regel ik wel even.